Goedemiddag, u kijkt naar het weerbericht van Weerplaza, opgenomen op vrijdag 9 november. Het weekend staat weer voor de deur. Vanmiddag zijn er vrij veel hoge wolkenvelden aanwezig boven Nederland. Maar de zon die breekt er wel af en toe nog doorheen. Maar de bewolking gaat geleidelijk aan wel dikker worden. In eerste instantie krijgen we nog wel te maken met een aantal opklaringen. Die opklaringen liggen momenteel nog hier boven Frankrijk. Maar de dikkere bewolking die zien we ook al. Die ligt boven de oceaan. En die komt geleidelijk aan onze kant op. En daar krijgen we vannacht en morgen mee te maken. Op de weerkaart kunnen we dat ook duidelijk zien. Een lage drukgebied bevindt zich momenteel ten. Noordwesten van Groot-Brittannië en het lage drukgebied dat trekt geleidelijk aan richting het noorden. Bijbehorende storing die zal vannacht en met name morgen overdag gaan passeren. En dat betekent dat het een regenachtige dag gaat worden. In de middag vanuit het westen gaat het wel wat droger worden, en misschien dat er ook in de kustprovincies af en toe nog wat opklaringen te zien zijn. Het is allemaal van korte duur, want in de avond en in de nacht volgen er weer nieuwe buien die vanuit het westen binnenkomen schuiven. En zondag overdag moeten we er ook rekening mee houden dat er een aantal stevige buien kunnen gaan vallen. En dan is er ook kans op onweer. Zeer wisselvallig weer dus dat ook na het weekeinde aanhoudt. Want maandag en dinsdag hebben we nog steeds te maken met veel wolken en neerslag van tijd tot tijd. Pas na dinsdag wordt het geleidelijk aan rustiger. Nou, vanavond, dan zijn er dus eerst nog die opklaringen, maar geleidelijk aan neemt de bewolking vanuit het zuidwesten toe en gaat het regenen. Dat zal dan met name in de nacht zijn. De temperatuur die blijft vrij hoog, want vanavond en vannacht ligt de temperatuur zo rond de 9 à 10 graden. Verder waait er een matige wind uit, uit zuidelijke richtingen, moet ik zeggen, die aan zee af en toe vrij krachtig of krachtig wordt, windkracht 5 tot 6. En daar hebben we dus vannacht en ook morgenochtend echt dat herfstachtige weerbeeld met regen en wind. In de Middagmorgen dan wordt het in het westen misschien eventjes droog en zien we ook nog een paar opklaringen. Wat de temperatuur betreft morgen in de regen zo tussen de 11 en 13 graden. En dat geeft nog maar eens aan dat de aangevoerde lucht nog steeds vrij zacht is. Nou, zondag dan krijgen we te maken met een aantal buien. Moeten we ook rekening houden dat er hier en daar onweer voor kan komen. Maar tussen de buien door kan wel de zon af en toe doorbreken. Het wordt zo'n 13 tot 14 graden en de wind blijft uit zuidelijke richtingen waaien. En maandag volgt er dan weer een nieuwe storing die enige tijd voor regen gaat zorgen. Met name in de middag en avond ziet het er nat uit maandag. Dinsdag vallen er een aantal buien en daarna wordt het weer overwegend droog weer met zonnige perioden. In de ochtenden neemt dan wel de kans op mist toe. Mijn naam is Raymond Klaassen voor Weerplaza. Ik wens u alvast een fijn weekend.